Ons Brabant is natuurlijk een van de mooiste plekjes op deze wereld. Je moet dan ook wel heel gek zijn om deze provincie te willen verlaten. Toch bestaan er Brabanners die ervoor kiezen om hun leven heel ergens anders te gaan leiden. In Brabant Wereldwijd reizen Rob en ik met onze camera's in de hand de hele wereld over om deze Brabanners op te zoeken. Wij willen horen en ervaren waarom zij hun geboorteplaats hebben ingeruild voor een totaal andere leefomgeving. Elke 15 minuten wordt er een olifant gedood hier in Afrika. Je zit alleen met je rugzakje aan de andere kant van de wereld en je moet jezelf maar zien te redden. Het uitzicht is onbetaalbaar. Het mooiste is dat je iets voor een ander doet en dan krijg je gewoon heel veel voor terug. Het voelt voor mij on top of the world. Het huis is nog niet zo belangrijk eigenlijk. Het is het plekje waar het staat. Het is wel bijzonder, of niet, Martijn? Ja, man. Het zit hier in een of ander half maan landschap, maar dan bedekt met sneeuw. Bijzonder mooi. Het is heel mooi. Als de basis goed is, dan maakt het niet uit waar je bent op de wereld. En dan moet het wel goed komen. Wil jij hierin emigreren? Ik zit er wel aan te denken nou.